kijkers van Online Games en van hartelijk welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Server 5. Goed jongens, we gaan natuurlijk lekker verder waar we gisteren waren gebleven. Jawel, komen we weer helemaal goed, prima, goed, ja. Zoals jullie natuurlijk weten, heb ik gisteren een beetje overdreven gedaan hoe we het moesten doen, maar we gaan dus uiteindelijk het dadelijk hier zo klaar laten maken. Dus dat komt helemaal goed. Want anders wordt hij veel te lang, veel te groot. Maar we hoeven het niet te overdrijven. Dat is totaal niet nodig. Hey vriend. Ik heb de blokken uit daarop. Goed, dus dan moeten we maar even bekijken. Mijn hele fucking inventory zit wel volledig vol. Dus ik denk dat ik dadelijk nog wel af wat shit ga dumpen die ik niet nodig heb. Je staat in de weg, beest. Ja, dus dit wordt dus van alles. Dan moeten we het hier. En dus dat is het dus. Tot hier zo doorgaan. Tot hier, dat is voldoende. Maar dan gaan we even kijken of we dat vanuit hier zo kunnen doen. Maar ik ga eerst even wat spullen droppen, want hier kan je niet tegen. Ik heb zoveel dood en ook best wel veel van de gepolijste diorit. Dus dat gaan we ook. En ik denk dat we dat gewoon met normale steenblokken dat we dat neer gaan zetten. Ik denk het van wel. Maar alleen moet even kijken hoe hoog dat die moet. Gaan we hem volledig binnen maken? Dat is ook op zich wel mooi. Dat we hem half binnen, half buiten gaan doen. Dus ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort overkapping erop. Ja. Oh, beetje moe. Ja, dure spullen zoals die. Dit, deze. Kan weg. Kan ook weg. Ja, die zit tot aan het nog gevuld. Zo. Dan hebben we nog altijd een extra map. Nou, twee zelfs zie ik. Dus dat is ja. Gewoon hartstikke mooi. Ja. Dus dan gaan we eens even gaan bekijken hoe we dat kunnen. Want ik denk dat we toch wel flink wat grond weg zullen graven.
Zo. En dan moeten we wel hier en daar nog wat doen. Vanuit hier zowel dat ik dit dus helemaal rechtdoor gaan maken. Dit. Dit is wel het einde. Is dat zo? Dat is niet echt. Dan maken we hem een klein beetje langer. Kunnen we tegelijk erin zijn? Ik denk van wel. Dat we gelijk het is maar alvast. Zo, vanuit hier zo dus. Dan moeten we ervoor zorgen dat we hier dan wel alles weg. Ja, we kunnen het ook helemaal plat maken. Dat kan natuurlijk ook, maar sowieso vanuit hier is dus het einde waar vanuit hier alles plat maken. Dus we zijn wel even nog hier zo mee bezig. Dus dat we echt alles volledig op hetzelfde niveau gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen dat dat wel mooier en beter misschien is. Ja, moeten we even gewoon bekijken. Want aan de andere kant is het ook wel mooi. Om een wat hobbeliger erin. Maar dat moeten we even nog gaan bekijken. Maar sowieso dit stuk weg. Toen moet het eigenlijk helemaal zo komen. Want anders. Misschien dat we dan dit helemaal gaan verpletten. Nou, dat moeten we even gaan bekijken. Want nu
dat dat niet echt heel tof uit. Kijk, hop. Want dan gaat hij hier zo'n beetje bewegen, zeg maar. Dus ja, dus daar moeten we wel even naar kijken. Dat heb ik niet echt slim over nagedacht. Want ik denk dat we dit weg moeten halen. Dit is ook vrij hoog. Dus dan zouden we het hier zo aan moeten leggen. Dat we dat dan beter kunnen. Maar dan is het alsnog ontzettend groot. Ik ga sowieso eens even slapen. Want het is weer donker, hè? Deze kan met die uit. Wacht even. Kijk. Het is allemaal leuk en aardig. Nee, ik vind dit toch. We moeten denk ik het heel even anders doen. Dit even weg. En dan moeten wij. Dat is wat hobbelig hoor. Oh. Kijk. En dan deze. Hier zo. Erin leggen. En dat we dan het
alles hoeft plat. Ik denk dat we twee regels plat gaan maken. Dus deze en die. Dus dan zal die hier zo moeten komen. Dus hoeft dat helemaal. Niet plat te maken. Dus als we die nou zo doen. En dan de dit gewoon volledig kijk, dat dan doen dan, want niet die hele berg hoeft niet helemaal plat, hè, want het is ook wel eens leuk om, ja, wat anders dan zul je zeggen dat je vanuit hier kijk, dan dus deze moet plat. Dus als we dat dan even gaan doen. Dat is denk ik iets beter en dan is het. Want ik ga niet de hele berg slopen. Echt niet. Dus dan moeten we even gaan bekijken. Oké. Dan ga ik dit heel even wegdoen. Dan hebben we gewoon dit stuk eigenlijk voor Jan Lul weggedaan. Eén, twee. En dan deze. Zo. Zo. En dan wordt dit
gewoon zo, kijk. Ik doe het gewoon maar even zo. Kijk. Oh. En dan die ze helemaal weg. Dan is het toch best wel een grote ruimte, hè? Hij moet wel los. Dus dat sowieso, dus deze moet sowieso weg. Die uit zou toch nooit komen, de rest is dus aan die kant ook los. Die kan niet. Ik zeker weet dat dat komt zoals hier zo, dan moet echt los zijn. Kijk, maar dat is allemaal, de rest is allemaal los, kijk. Dat ziet er ons veel stuk beter uit. Nu moeten we de hoogste punt meten van het ding en dan gewoon vanuit daar. Ja, het gaat doen, want elke keer van hoog naar laag, dat ziet er niet uit. Dan is sommige muren gewoon heel hoog, dat is wel zo, maar ja, het is wel beter. Dus dan gaan we denk ik maandag aan de slag. Dan ga ik in ieder geval hier zo naar boven spullen die ik heb eten. Ik heb 5 appels. Wat hier van deze dingen? Bloemen, hoort die hier ook bij? Nee. Kijk eens aan. Dus dan hebben we de komende week ook nog een heleboel dingen te doen. We moeten heel wat gaan smelten. Maar dat doen we allemaal maandag wel. Dus ja, dat komt helemaal goed. Zo, we hebben dus niet de hele fucking berg gedaan, want dat wilde ik zelf ook sowieso niet. Goed. Dan gaan we eens even kijken. Hout. Dit is hout, dat kan weg. Steen, kan dat dan nog in? Nee. Dit. Duw. Geen duw spellen.
Ja. Nou, we hebben nu een probleem, want alles zit vol. Alles is volledig gestekt met 64. Ik heb hier ze nog. Dan even in de reservekist. Dat ook gewoon propvol zit. Ja. Oké, dan bewaren we dit gewoon. Voor wat ik nu nog heb. Want dan moeten we echt met onze opslagruimte iets gaan doen. Iets verzinnen. Maar dat zien we elkaar wel de volgende keer. Gaat in die visie zo blijven. Goed kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!